dit doodgewone stadje krijgen drie vrienden de verrassing van hun leven. Yo! Wat is er? We hebben een monster in de tuin. Cool! Ongelooflijk, een yeti. Jo. Hey, kun je nog meer zeggen, Rinjo? Jo. Wij aanbidden dit wezen. De yeti is de beschermer van dieren en kinderen. Weet je wat er had kunnen gebeuren als ze hier gevonden hadden? Is alles in orde, Pia? Oh, het is zo heet hier. Pia, dit is een uiterst zeldzaam dier. Het is een yeti. En het is het liefste wezen van de hele wereld. Nee, je kunt jezelf al zichtbaar maken. Jo. Dat is mega cool. Maar er weten er meer van zijn bestaan. Een echte yeti, die moet ik hebben. Ik ben jager, ik jaag. Aan een val van Van Snijder ontsnapt niemand. Potverdorie! Nu hun nieuwe vriend in gevaar is. Er is een heel leger dierenvangers onderweg. We moeten hem verbergen. Waar is hij? Zullen ze alles doen? De kust is veilig, kom. Om hem te beschermen. Waar is de yeti? Als ik jou was, zou ik het zeggen. In een avontuur dat ongelooflijk is. Uit de verbeeldingskracht van Knister, de beroemde schrijver van Heksje Lily. Yoko! Yoko. Heb je nog steeds dorst? Yoko Loco. Vanaf februari in de bioscoop.